Welkom allemaal weer vandaag bij de Witcher 3 series. De vorige keer hebben we een super lange missie gedaan in deze grot en tenminste ik had het idee dat het een soort van twee bossen waren die we hebben verslagen. In ieder geval zeker één grote. En toen kregen we op het laatste keuze om nog in ieder geval uit deze grot te gaan. Wat ik eigenlijk wel heel graag wil, of om nog blijkbaar iets verder te zoeken met deze gekke witch. Dus dat gaan we nu doen. Blijkbaar is er weer het gekste gezien. Oké, ik zie niet echt heel veel meer dan die deur. Zullen we eens gaan kijken wat ik daarmee kan. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. Four guardians, four flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right. Let's see if we can solve this. Oké, ik weet ook weer niet of ik zo goed heb opgelet. Drie standbeelden, eens even kijken wat alles is. We hadden eentje inderdaad die dicht bij zijn pet bleef. Dat was volgens mij de derde, denk ik. Deze is niet heel duidelijk. Wat het precies is. Wow, wat is het verschil? Even kijken hoor, laten we even vragen of ze het nog één keer kan opnoemen. What was that inscription again? Four guardians, four flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Man. Moet ik ook nog gaan nadenken? Dat is niet het meest beste wat ik ooit heb gedaan. That inscription again. Four guardians, four flames, standing proud in a line. The first, to light his fire, dared not march on the end. The second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second, played a tune. Ja, volgens mij is deze de eerste. De tweede stond ernaast en die speelde zo'n gek ding. Volgens mij was de derde was dat het zo'n beest had. En de vierde stond niet naast de eerste. Dus dat moet helemaal de linker zijn. Nou, we gaan het proberen. Let's try it. Just gotta figure out the order. Four statues, each like the other. Oké, dus dit was één. Dit was something just happened. Twee. Behind that wall, a movement. Dit was dan 3. En dit 4. Oké. Dat ging nog verbazingwekkend goed. Eerst even kijken of hier wat spannends te vinden is. Hier is. What do you think? No inscription, sadly. Sign of the goal. I didn't already know where she was buried. I guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way.
heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Natuurlijk nog wel even die kist oppakken. Nieuwe boots. Hier kunnen we nog een briefje pakken. Daar kunnen we niks mee doen. Oh nee, wel vlammetjes aan. Die zijn leuk. En even kijken. Hier moet ook nog iets links zijn. Ik ga ervan uit dat hier dan ook nog wat is. Jump. Place of power. Should draw from it. Ah, hier kunnen we in ieder geval weer. Oh no no no. Oh. Oké, okay, laten we in ieder geval weer even gaan opslaan. Want het Oké, nu moeten we eens even gaan kijken. Wat hebben we allemaal? Want hier is weer zo'n gek beest. Is waarschijnlijk veel te sterk. Oh no. Nou, we gaan het toch wel weer proberen. Oké, level 6. Ik weet niet of de vorige ook op level 6 was. Even wel mijn goede shield pakken. Wow. Oh ja, deze had zo'n gekke loop waar echt veel te snel naar je toe ging. Oké, nu had ik hem eigenlijk al moeten hitten. Nee, nee, nee. Die, daar was ik al bang voor. Oh, die is zo pijnlijk. Kei lange stun ook. Dus even kijken, even snel een potion nemen. Oeh, weer bijna. Oké, nog een keer. Oh, in de face. Oké, hij is al aardig op de helft. Wow, dat deed wel pijn. Oh my. Oké. Het is tijd om. Zo, die damage was echt sick. Oké. Wel een beetje gaan oppassen, want hij begint nu wel een beetje hard te hitten. Doei, doei, doei. Dat was hem. Die boss battles, tenminste zo mag ik ze volgens mij wel noemen, zijn wel echt super intens. Daar was volgens mij op zich weer aardig wat goede items. Kijken of er nog meer te vinden is. Champions, dat is nou weer niet echt wat ik zoek. Kijk, hier zijn nog wel goede chests. Nice, nice, nice. Hier misschien nog wat. Steel plates, kunnen we misschien nog wat goede armor van maken. En hier ook nog eentje. Ik denk dat we nu wel alles hebben gehad. Daar kunnen we blijkbaar nog doorheen beuken. Misschien was dit trouwens wel waar we eerder in het... Nee, trouwens, nevermind. Is het moeite waard om hier nog doorheen te beuken? Ja, we zullen maar gewoon verder gaan. Hè? Ik ben in ieder geval out of potions. Dus misschien is het even een goed idee om een uurtje te chillen. Dan hebben we in ieder geval alle potions weer.
En we kunnen natuurlijk nog even kijken, want we hebben best veel nieuwe armor. Die is bijvoorbeeld beter, die is beter. Kijk, lijkt er meer op. Dit kennen we volgens mij wel. En zo te zien was dit het. Ja, maar dus weer wat nieuwe armor kunnen bemachtigen. Verder deze, en doorheen beuken. En we zijn eigenlijk nog steeds op zoek naar de uitgang als het goed is. Hier is weer een kist. Wow, wacht. Kunnen we hier doorheen? Ik weet niet zeker. Volgens mij niet helemaal. Hier kunnen we in ieder geval wel een vuurtje. Just for the fun. En kijk eens aan. Hier hebben we nog wat nieuwe boots. En een dode gast. Met een fakkel. Oké. Ik had zo'n idee dat we hier niet doorheen kunnen. Maar we kunnen het altijd even proberen. Oh, de verkeerde. Toch? Nee. Oké. Okay. Dus laten we teruggaan. We moeten in ieder geval een exit vinden. Geen idee. Ah, ik denk dat we gewoon... heb ik al gepakt, toch? Ja, ik wou net zeggen. Had ik al gedaan. Eens even kijken. Voorzichtig naar beneden, want... Op de een of andere manier krijg je daar echt super snel damage door. En dan hier zijn we al geweest, daar was die gekke boss. Gaan we eens kijken of we hier wat kunnen killen. Of in ieder geval. Waar is mijn maatje? Want dat was een vrij kort gesprek. Oké, ik ben er even kwijt geraakt. Hopelijk vindt zij eigen weg. Dit ziet er. How to use it. Wat? Oh, dit was ook al eerder. Wacht. Even terug. Volgens mij is dit al de moeite waard. Dit hadden we al eerder zo, dat we niet verder konden. Ik doe toch wel wat extra moeite telkens, want je krijgt telkens zulke goede dingen als je wat meer gaat onderzoeken. Maar ik kan me herinneren dat we hier precies hetzelfde hadden. Kijk. Hopelijk komen we hier niet meer al te gekke monsters tegen. Eerst maar even 7 voor de zekerheid. En we misschien even deze equippen. En dan gaan we eens even kijken onder water. Kijk, daar is al een kist. Zijn het allemaal kisten? Dan zijn het wel echt minder veel. Oh nee. Dat valt mee. Wow, trouwens wel, zijn er wel veel. Zo, hier zie ik echt al amper iets. Eigenlijk zou ik nu... Oh, dat was wel goed. Oh, terug. Oké, ik moet er even voor zorgen dat ik wel weer op tijd ga ademhalen. Misschien voor de zekerheid maar even ademhalen nu. En dan kunnen we daarna altijd weer teruggaan. Volgens mij kan je op een gegeven moment ook een soort van poosje maken dat je wat langer onder water kan. Maar daar ben ik nog niet helemaal in gedoken. Grappig, met water. Heb ik nog niet helemaal naar gekeken. Maar we konden hier in ieder geval ook nog linksaf. Oh, ik zie echt helemaal niks. Het is dat ik die minimap heb. Wow, we zijn weer aan de andere kant. Oké, en hier is ook nog iets. Ik weet niet of dat zo hele goede stuff was, maar we doen het mee. Oké, en nou is het volgens mij wel echt de hoogste tijd om deze grot te gaan verlaten. Maar ja, ik denk wel voortaan als we weer zo'n grot betreden dat we ons wel even goed moeten voorbereiden. Want man, ik denk dat ik hier ondertussen echt al 2 uur aan game time heb door alles te onderzoeken. Even kijken, hier gingen we rechtsaf. Go, go, go. What? Ik weet niet waar ik tegenaan liep, maar ik had er even een beetje moeite mee. En daar zijn we weer.
Maar nu is zij er ook opeens weer. Oh, at last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See you, Kira. Yo, als ik bij haar langs... Ah, lol. Dacht, als ik toch bij haar langs wil gaan, dan kan ik net zo goed meegaan in die teleport. Maar was blijkbaar niet de bedoeling. Even snel kijken, we hebben op het laatst nog wat nieuwe items opgepakt. Of die beter waren. Kijk, deze is beter. En dat was volgens mij wel. Ik krijg ook veel van deze runes. En volgens mij kan je die hier in die empty slots, even kijken, ja, doen. Mocht het nou zijn dat jullie hier wat meer ervaringen mee hebben en wat tips voor mij hebben hoe ik dit precies moet aanpakken. Want daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dan kunnen jullie die gewoon onder in de description zetten. Misschien weten jullie namelijk wel meer van dit spel dan ik en bak ik er helemaal niks van. Ik heb trouwens ook echt geen idee waar ik nou ben. Yo, echt. Volgens mij begon ik hier ergens. Nu eindig ik hier. Dat is wel heel erg anders. We kunnen in ieder geval hier een boot nemen. Maar we kunnen ook gebruik maken van de situatie dat we hier toch zijn. En even deze coastline. Hier heb je weer een grot. Ik weet niet of ik daar weer helemaal in wil gaan. Wat is slim om te doen? Laat eens kijken, want we kunnen natuurlijk ook misschien met de boot hier naartoe gaan. We zullen eens even kijken hoe dat werkt. Ik heb sowieso nog nooit gebruikt, dus misschien sowieso wel gaaf. Wow. Kijk, ik zit er in ieder geval in. Kunnen we nu ook gewoon gebruiken. Oké. Laten we... Ah, we moeten dus echt zelf gaan varen. Dat is op zich prima. Maar laten we dan vooral even hier naartoe gaan. Oh, dat was wel heel ver uitzoomen. Oké, let's go. Ik ben benieuwd of dit een beetje snel gaat. Zo te zien wel aardig snel. Ja, daar zijn ook allemaal monsters. Er zullen vast spannende dingen aan het doen zijn, maar even nu niet geïnteresseerd. Zo, maar dat was wel echt een... Oh. Oh, maat. Dat is misschien wel een stuk makkelijker. Volgens mij kan ik gewoon zeggen, oké, ik wil... Of moet ik echt naar een harbor? Nou, echt wel iets waar zo'n... Dus ik zou bijvoorbeeld... Waar is zo'n teken dan? Volgens mij zou ik naar een teken kunnen vasttreffelen. Ik dacht misschien gewoon naar die bootplaatjes. Maar dat lijkt het niet te zijn. Ligt het aan mij of zie ik zo niet? Nou, daar komen we dan denk ik later nog op terug. Whoops. Ah, hier is blijkbaar ook nog die quest. Dat is ook wel gaaf om nog af te maken. Maar we gaan eerst even het stadje bezoeken. We zijn daar, ik denk in deel 4, even bij mijn hoofd. Of nee, trouwens veel verder. Of misschien toch wel deel 4. Ik denk deel 4, ja.
van mijn Witcher 3 series. Zijn we geëindigd met dat super enge, lelijke monster, baby-achtig iets. Wat hebben we er eigenlijk mee gedaan? Die hebben we toen begraven trouwens. En die moesten we nu weer opgraven. Maar die quest hebben we toen vervolgens niet meer vervolgd. Oh, dit is wel pretty sick. Echt mooi. Oké. Oh, je ziet er ook echt zo'n hele hap uit. Ik denk dat dit goed is. Leave the boat. Oké. Dus blijkbaar ben ik ergens tegen aangebotst en dan zie je dat er ook wel echt zo'n hap uit de boot is. Dat is wel een gaaf detail. Maar zoals ik al zei, dus die quest die moeten we nog gaan afronden. En dat was wel eentje van een beetje de main question line. Dus die kunnen we nog wel binnenkort gaan doen. Laten we eerst eens even alles gaan verkopen wat we niet meer nodig hebben. Wat volgens mij nogal pittig veel is. Hij heeft niet zo heel veel geld, dus ik weet niet of hij alles kan kopen. Wow, wacht eens even. Deze is supergoed. Hopelijk zijn die dingen die ik er net heb weggegooid niet beter. Even eerst die aan doen. Zo, die was echt veel beter. Zo lang. Eén momentje, maatje. Gewoon plus 43 damage. Yo. Dat is betere werk. De rest is wel allemaal minder, toch? Waar heb ik die opgepakt? Want ik heb het echt helemaal niet meegekregen. Deze kan ik trouwens ook wel een keer verkopen, want die ga ik toch niet meer gebruiken. En ik... Even kijken, deze bonus experience voor... Oké, gewoon 5% meer experience. En ik... Dismember. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat het is. Ja, member, dan ben je volgens mij ergens onderdeel van een groep of zo. Dus dismember, dan lijkt het me juist dat je uit de groep gaat. Maar op het moment dat je dat nou 10% meer hebt, weet ik me niet echt goed wat je moet voorstellen. Ik stel voor dat we hem anders voor de zekerheid nog even bewaren. We gaan wel even de rest van onze spullen verkopen. Aan deze vriendelijke jongeman. Ik heb ook al een idee dat ik hem eerder ergens heb gezien ofzo. Oké, nou zijn geld is in ieder geval op. Dat is geen probleem, we hebben wel aardig wat kwijtgekund en nu moeten we ook nog even onze dingen gaan repareren. Volgens mij in de volgende menu. Hier kan je onder allemaal zien of je het aan hebt en we willen natuurlijk eigenlijk vooral die dingen repareren die we aan hebben. Dus even kijken, welke hebben we nog meer aan? Deze. Equipped, ja. Ik zit er met mijn muis boven, dat is niet echt chill. Die inderdaad. Het repairen kost toch ook best wel veel geld. En als laatste de schoenen. Oké, hij heeft weer wat geld, dus dat geeft wel weer mogelijkheden. Dan kunnen we in ieder geval onze spullen wel weer verkopen. Ze kunnen toch weer een beetje soort van terugverdienen. Wow, deze is echt super veel waard. 168. Dat had hij nog ineens. Wat een arme sloeber. Deze is niet zo veel waard. Deze is echt heel veel waard. Ik wil eigenlijk niet weten hoeveel dan die ene die we nu aan hebben waard is. Die is ook echt goed. Zo lang. We zullen eens even gaan kijken of we iets met die stenen kunnen, want 0 attack power. Ja, daar heb je dan toch helemaal niks aan, of heb ik dat nou? De freeze, dat is op zich wel gaaf. Geen idee wat dit is. Armor, oké. Ook geen idee wat dat is. Heeft dat allemaal... dat heeft waarschijnlijk allemaal met die spells te maken die je hebt.
Dagger. Oké, ik ga daar nog even wat over opzoeken voordat ik daar echt beslissingen in ga maken. Want volgens mij als je ze eenmaal in je wapen hebt neergezet, dan kan je ze ook niet zomaar even uithalen. Of je moet echt geld ervoor betalen. Oké, waarschijnlijk nu we deze hebben opgepakt, staat onze map weer helemaal vol. Het valt mee. Eens even kijken. Ik wilde eigenlijk ook nog even mijn wapens. Sorry, ik loop keihard door die vrouw. Oeps, ik hoop niet dat ik iets heb gepakt wat niet mag, want overal staan wachters. Als het goed is, kan je namelijk ook altijd bij zo'n smidje weapons hier. Oké. En hier ook. Kijk, op deze bank. Denk ik. Nee, wacht. Kijk, armor en weapons enhanced. Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat dat betekent, maar het lijkt me wel iets wat goed is. Ik stel voor om toch even hier naar te fast travelen. Als je dat voor mij wil doen. Er komt hier helemaal onder in het scherm een pop-up, maar die kan ik niet lezen. Oh wacht, ik moet natuurlijk bij de fast travel location punt staan. Als ik daar net niet stond. Dat is vreemd. Oké. En dan komen we weer bij dit gezellig stadje. Ik stel voor om het vandaag hierbij te laten. De volgende keer gaan we dus verder eigenlijk met de missie die we een tijdje geleden zijn begonnen. Als jullie die nog even terug willen kijken, volgens mij was dat deel 4. Wel super gave missie. En daar hebben we toen eigenlijk op het einde zo'n super lelijk monster baby-achtig iets begraven. En die moeten we hier weer gaan, hoe zeg je dat, opgraven of zo. Ik weet allemaal niet wat we van plan waren, maar dat zullen we dan wel zien. Dat is in volgende aflevering, dus wil je die graag zien, raad ik je aan om die aflevering te zien. En voor de rest, laat me natuurlijk weer weten wat jullie van deze aflevering vonden. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer. Allemaal super bedankt voor het kijken.